Wil jij samen met de collega's in Eindhoven, onze inwoners of die vele andere partners in de stad werken aan die groene stad? En heb jij ideeën hoe je dat op een creatieve manier kunt doen en de groenopgave weet te verbinden met tal van andere opgaven zoals woningbouw, mobiliteit of het klimaatadaptief inrichten van onze stad? Kom dan 14 juli naar de Meet & Greet, waar het team van Groen en meerdere collega's graag met jullie het gesprek aan willen gaan. Eindhoven is al een prachtige groene stad, maar nog niet iedereen ziet dat. En daarom moeten we veel meer gaan vergroenen, zodat onze inwoners kunnen genieten van een prettige leefomgeving, maar ook voor het versterken van de biodiversiteit. Dat doen we bijvoorbeeld door het verder vergroenen van onze binnenstad met meer plekken als het Clausplein, bijvoorbeeld zoals het Wilhelminaplein. We staan nu op het Wilhelminaplein in het centrum van de stad. Eindhoven staat bekend als een groene stad, maar zoals je hier ziet hebben we zeker in het centrum nog wel wat stappen te zetten. Dit is niet de enige plek, we hebben meerdere plekken al op het oog waarbij we flink willen vergroenen. En daarbij gaat het niet alleen om pleinen en parken, maar we kijken ook heel bewust bijvoorbeeld naar daken en gevels om echt flink te kunnen vergroenen in de stad. Eindhoven staat bekend om de groene wiggen, waar het landschap, het omringende landschap, eigenlijk diep de stad insnijdt. Dat zien we ook hier in het Philips de Jong Park, een prachtig park wat in een van die wiggen ligt. En dat is dan ook een belangrijke taak voor ons als stad om die groenstructuren te behouden en te versterken. De Wielerwaal is een landgoed van 145 hectare. Om een beeld te geven, als je er omheen loopt, ben je 6 kilometer aan het wandelen. Het is een vrij bosrijk gebied waar dus 100 jaar lang in alle rust de natuur zich heeft kunnen ontwikkelen. En voor ons is nu dan ook echt de grote uitdaging, hoe kunnen we die waarde behouden en het tegelijkertijd ook openstellen voor alle Eindhovenaren. Wij zijn op zoek naar mensen die dat experiment met ons willen aangaan, want de opgave is zo complex en zo groot dat het echt wel nieuw is voor deze stad. En daarin zoeken we dus mensen die dat experiment met ons aandurven en zijn daarin ook echt op zoek naar een heel breed palet aan kennis. Dus we zijn niet alleen op zoek naar groenspecialisten en ecologen, maar ook naar ontwerpers op het gebied van landschap, civiel, bouwkundig en projectleiders bijvoorbeeld. Ik als wethouder kijk er in ieder geval heel erg naar uit om met jullie samen te werken.